Mijn naam is Linda, ook wel bekend als Wolhobby, en dit is vlog nummer 27. Ik ben getrouwd met Rob en wij wonen in Nijkerk. We hebben 3 volwassen kinderen die allemaal op zichzelf wonen, maar die gelukkig in het weekend of tijdens momenten van feestelijkheden nog gezellig bij ons thuiskomen. En dat vinden we altijd erg leuk. Ik ben de verver en ontwerper achter Wolhobby. Ik heb een webwinkel www.wolhobby.nl waar ik mijn breipatronen, mijn handgeverfde garens en handige breibenodigdheden verkoop. Als je hier voor de allereerste keer bent, van harte welkom. Ik probeer om iedere 10 tot 14 dagen een vlog op te nemen. Eigenlijk liever elke week, maar in de praktijk blijkt gewoon dat dat niet gaat lukken. Ik heb natuurlijk mijn webwinkel, maar ik ben daarnaast ook nog bowentherapeut. Ik heb een praktijk hier aan huis en een praktijk in Emmeloord. En ik heb natuurlijk gewoon ook tijd nodig om mijn cliënten te zien en te behandelen. Dus vandaar dat wekelijks niet lukt, maar ik probeer toch wel uiterlijk 2 weken ertussen te laten zitten. Maar nu zit er langer tussen. Mensen begonnen zich al af te vragen waar ik gebleven was. Nou, hier ben ik. En als je je dus afvroeg waar ik gebleven was, dan heb je dus blijkbaar eerder gekeken. En dan ben ik blij dat je er weer bent. Het is warm. Het is onwijs warm. Ik kan er helemaal niet goed tegen. Daarom, ik zit ook nu in de woonkamer. Dat is wat koeler. Trouwens, mijn werkkamer is ook niet echt slecht. Maar ik ben hier gaan zitten omdat ik eigenlijk helemaal geen zin had om alles wat ik jullie moet laten zien naar boven te slepen. Want wat moet ik veel laten zien aan jullie? Het wordt een beetje een eigenaardige vlog dit. Want ik heb zoveel te laten zien. Het lijkt wel kerstmis. Zoveel heb ik gekregen. Ik heb mijn watertje. Ik hoop dat je ook iets te drinken hebt. Pak er een handwerkje bij. En dan ga ik jullie alles vertellen over wat ik zoal heb meegemaakt. Waar ik geweest ben. Wat ik gekregen heb. Wat ik aan het doen ben. En waar ik nog naartoe ga. Nou, daar gaan we. Het eerste waar ik even op terugkom. Wat ik gekregen heb. Dan heb ik het natuurlijk niet zo heel netjes op voorraad, op volgorde gestapeld hier. Maar ik heb hem te pakken. Ik heb deze projecttas gekregen van Emma Bol. Je denkt misschien, maar ze heeft toch al een tas van Emma Bol? Ja, dat klopt. En nu heb ik er 2, want ik heb er van Ineke eentje gekregen. Die kwam haar garen halen, wat ik voor haar geverfd had. En toen had ze deze als cadeautje bij zich. Mijn andere Emma Bol tas heeft allerlei wollige beestjes erop. Ook lama's en alpaca's. En die heeft een blauwe gebreide voering. En deze heeft een rode gebreide voering. Hier zit wel iets in. Daar ga ik straks wat meer over vertellen. Maar wat ik wel erg grappig vond, ze heeft hem gekocht bij Koperdraadje. En deze zat er ook in. En daar staat op, ik snel afgeleid. Nee hoor. Oh kijk, wol. Dat zou maar zo over mij kunnen gaan. Dus dat was mijn eerste cadeautje. Ik heb mijn schrift hier liggen, dus af en toe moet ik even een beetje naar voren leunen en eventjes lezen, even kijken. Dit is een beetje anders dan anders dit. Maar overleven jullie wel toch? Dat Ineke hier was om de wol op te halen, was natuurlijk reuze gezellig. Dat was tweede Pinksterdag. En anderhalve week later, op een woensdag, was het
eindelijk zover dat ik naar Yvonne ging. Knitting Inden. Heel veel van jullie kennen er ook natuurlijk. Als je Yvonne nog niet kent, ik ga hieronder in de show notes ga ik alles eventjes noteren waar ik het over heb. En ik zal ook timestamps daarbij zetten. Dus als je denkt van ik wil eigenlijk alleen maar over het breien horen, dan kun je naar de afdeling later in deze vlog waarin ik vertel wat ik allemaal aan het maken ben. Maar goed, ik ging dus naar Yvonne, naar Knitting Inden, in het mooie plaatsje Hengelo. En wij hebben op regelmatige basis contact. We delen natuurlijk onze liefde voor breien en voor vloggen eigenlijk ook. En Yvonne is echt een hele goede kringloopwinkel vinder. Kringloopgelukjesvinder, laat ik het zo noemen. En ik ben dat dus niet. Als ik alles in een kringloop kom, en daar ga je al hè. Als je iets wil vinden, moet je er denk ik vaak komen. Ik kom er niet zo vaak. En als ik er ben, vind ik dus nooit wat. Maar ik vind het altijd zo leuk om te zien hoe zij van alles vindt in de kringloopwinkel. En als ze dan dingen lang genoeg heeft gebruikt, dan brengt ze het ook zo weer in bij de kringloopwinkel. Maar zo houdt ze gewoon alles in haar huis aan servies en leuke potjes en leuke bloempotjes. Houdt ze helemaal gewoon een soort inroulatie. En ze is een hele goede stoffenvinder in de kringloopwinkel ook. Nou, dit is een hele inleiding om te zeggen dat ik toen een keertje aan haar vroeg van kan ik niet een keer met jou mee op kringloopsafari? Nou, die kringloopsafari die ging dus gebeuren. Dus ik ben naar Hengelo afgereisd en we hebben eerst heel gezellig koffie gedronken samen. En toen hadden we cadeautjes. En Yvonne laat in haar vlog zien wat ze van mij gekregen heeft. En ik ga nu laten zien wat ik allemaal van Yvonne gekregen heb. En dat begon dus met deze leuke mok met allemaal gezellige taartjes erop. Uit de kringloop, natuurlijk. En daar heeft ze een zakje met minis ingedaan voor in mijn temperatuurdeken. Maar dat vind ik eigenlijk een beetje zonde. Ik wil ze graag bij elkaar houden, dus ik ga restjes sokken breien en daar ga ik ze in stoppen, zegt ze nu. Dus dat was één cadeautje. Vervolgens had ze voor mij deze projecttas gemaakt. Er zit natuurlijk al een project in. Deze projecttas heeft ze ook gemaakt met allemaal stofjes uit de kringloopwinkel sleutelhanger, keyring, hoe noemen we dit? Een D-ring wordt dit ook wel genoemd, geloof ik. Maar daar kun je makkelijk eventjes iets aan vastmaken. En hij is helemaal gevoerd met fiberfil, dus hij is lekker fluffy. En het is echt een buidel, zeg maar. En ik vond het zo leuk dat ze de moeite genomen had om speciaal voor mij een tas te maken. Ik vind hem heel gaaf. Ik heb er gelijk een project in gedaan, maar daar gaan we straks naar kijken. Maar dit was dus een tas die ik van de kreeg. En toen had ze nog een hele stapel tassen al op voorraad gemaakt. En toen mocht ik er nog eentje uitkiezen. En toen heb ik deze gekozen. Ik vind deze zo leuk. Ik vind dat voeringsstofje toch zo leuk. Ik vond dit gewoon een hele vrolijke tas. Dus die kreeg ik er gewoon nog bij. Nou, hoe leuk is dat? Ik had in de kringloop had ik een etuietje gevonden. Een soort klein portemonneetje.
Want ik was, toen we afgesproken hadden om op kringloopsafari te gaan, ben ik zelf gewoon een keertje hier in Nijkerk in de kringloopwinkel gaan kijken. En daar vond ik dit etuietje. Staat ook nog op de achterkant geborduurd wie hem gemaakt heeft. Maar ik vond er twee. De rode heb ik aan Yvonne cadeau gedaan met wat steekmarkeerders en wolnaalden en een eukalannetje erin. En deze heb ik zelf gehouden, want nou ja, iedereen die mij al wat langer volgt, die weet dat ik in elke projecttas een etuietje of een buideltje met nou ja, standaard dingetjes wil hebben die je nodig kunt hebben tijdens het breien. Dat als ik een wolnaald nodig heb, dat ik niet ineens overal moet gaan zoeken, maar dat het gewoon al in mijn projecttas zit. Het was echt een hele leuke dag bij Yvonne. We hebben twee kringloopwinkels bezocht. Ik heb nog een lepel, de Yvonne lepel. Heb ik hier niet bij me, ligt boven bij mijn verfpan. Ik ben ook nog aan het verven vandaag. Wie verzint dat met dit warme weer? Het is warm hoor, boven de pannen nu. Maar ja, ik sta zondag op een markt. En de voorraad moet gewoon nog een beetje aangevuld worden. Dus ik heb toch de pannen maar opgestart. Omdat ik daar later deze week wat minder makkelijk tijd voor kan vinden. Dus de Yvonne lepel die ik er nog bij kreeg in de kringloopwinkel. En mijn nieuwe Pyrex maatbeker van de kringloopwinkel. Die staan boven bij de verfstudio. Maar ik heb die wel laten zien op mijn Instagram. En nou ja, in ieder geval op Instagram. Misschien ook op Facebook, weet ik niet meer. Even kijken. Dan heb ik afgelopen vrijdag was het 9 juni was de breidag van de groep Wij breien sokken en andere dingen. Dat is de groep van Esther Wijnands en Jessica Grote. En zij hadden het Brede Rode Huis in Zandpoort Zuid afgehuurd. En daar werd een hele breidag georganiseerd. En daar werd ook de nieuwe sokkennittelong, de zomernittelong van Esther gelanceerd. Ik had me daarvoor opgegeven, net als 20 andere deelnemers. En wat was het leuk. Ik ben met de trein gegaan en op station Amersfoort ontmoette ik Agathe. Die ging ook die kant uit, dus we hebben gezellig samen gereisd. Was ook erg makkelijk. Agathe heeft heel lang in Amsterdam gewoond, dus die kon precies zeggen, oh, we moeten hierheen naar dat perron en zo laat gaat hij altijd weg. Dus ik hoefde niks te doen, ik hoefde alleen maar mee te lopen. En het Brede Rode Huis was heel makkelijk te vinden vanaf het station. Als je het station uitloopt, dan is er een schooltje en achter dat schooltje is eigenlijk het Brede Rode Huis. En de school heet de Brede Rode School, geloof ik. Dus nou, makkelijker kan het niet. En bij binnenkomst mochten we gelijk langs een soort, nou, laten we het de gezellige naam, buffet noemen. Esther die heeft een heleboel projecttassen gemaakt. En ik heb deze uitgekozen. Ik vind die okerkleur heel mooi en ik vind de veertjes die erop staan heel mooi en de vogeltjes. En ik vond hem heel leuk. Het is een drawstring bag op een iets andere manier, want je doet hem aan één kant maar dicht, niet aan beide kanten. En hij is gewoon heel mooi gemaakt. En als je je tas gepakt had, dan zat daar al van alles in en je mocht nog van alles erbij pakken. En onder andere een bolletje van Regia. Dit is My First Regia en dat is een bolletje sokkenbol. Een sookje. Een zakje
paksoizaden. Grappige keuze. Maar wel lekker. Even kijken hoor. Ik laat alle papierdingetjes, die doe ik er even uit. Ik heb hier een zakje thee. En ik vraag me nu af of die hierin zat. Waarschijnlijk wel, weet ik niet meer. Er zat een klein doosje in met wat steekmarkeerders en een naaldje en een klein klosje. Een klein klosje garen wat ik nog uitgekozen heb. Dit is zijde garen wat Agathe bij zich had. En die zijn, dat is zo handig als lifeline. Als je eventjes wat steken op pauze moet zetten. Dus dat zat erin. Er zat een... dat heb ik natuurlijk alweer in een andere projecttas gedaan. Want ik dacht, wat fijn, wat handig. Daar hebben we er weer een. Er zat een klein rond blikje in. Met, ook met steekmarkeerders. En dat was gesponsord door Sietske van Wolwinkel van Draad in Grauw. Ook zo'n leuke vrouw en ook zo'n leuke winkel. We mochten nog een mini strengetje uitkiezen. Dat is allemaal geverfd door Therese, die ik niet ken, maar het is heel mooi garen. Er zat nog een handcremmetje en een bekvetje in, een lippenbalsem. Het staat erop. Nou, ik hoop dat ik nu alles heb laten zien, want dat ik geen dingen eruit gehaald heb. Als ik er nou iets uitgehaald heb wat ik niet heb laten zien, word dan alsjeblieft niet boos. Dat is allemaal omdat ik zo enthousiast ben om het te gaan gebruiken. Verder was er een weggeeftafel, een ruiltafel. Dus je mocht iets inbrengen en je mocht iets meenemen. En ik had twee mini strengetjes ingebracht. En toen heb ik dit bolletje, echt helemaal crazy clown barf, meegenomen. Dit, ik weet toevallig ook dat Cynthia dit op de tafel gelegd had. En het is een bolletje geverfd door West Yarns. Heb ik ook nog nooit meegebreid, maar ik vond hem heel leuk voor borden, hielen, tenen, zoiets. En ik had nog wol van mezelf meegenomen. Althans, wol van mezelf, van wol met verven. Omdat ik dacht, misschien ga ik wel meteen aan die zomersok beginnen. Maar dat is niet gebeurd. En dan ga ik zo uitleggen waarom. Ik stop dit even weer allemaal terug bij elkaar, want dan kan ik hier de tafel nog een beetje zien tussen alle spullen door. een kaart van Draadkracht, maar lag die nou ook daar op tafel? Hij is heel leuk. Ik ga hem zeker een keertje naar iemand sturen. Maar hij lag vast daar. Ja, dat denk ik wel. Er zat vast iets anders ook van Draadkracht nog bij. Ik had dit gewoon gelijk op moeten nemen, hè? Maar ja, dat is niet gebeurd. Afgelopen zaterdag, 10 juni, was ik naar de kipdag in Barneveld. En dat was, net als vorig jaar, bij de huiskamer van ons bedrijf. En we hebben daar heerlijk, bijna de hele dag, in de schaduw aan de overkant. Want aan de kant van waar de huiskamer is, daar zaten we in de volle zon. En echt, mensen, niet te doen. We hebben heerlijk zitten breien daar en ook daar kregen we als giveaway nog zo'n klosje van dat zijde. Dus deze gaat in een ander tasje en deze zijn door Agathe gemaakt ook. Agathe woont in Barneveld en die heeft vorig jaar
de locatie voor de kipdag bedacht en geregeld. Dus kijk, er zit een boekje aan met een QR-code. En daar staat 10 juni 23, kipdag Barneveld. Leuk dat je er was. Tot ziens. Foutje gemaakt, red je breiwerk met een lifeline. Nou, de QR-code even scannen. En dan kom je op de website van Breistudio Kim terecht. En dan wordt er uitgelegd hoe je een lifeline gebruikt. Ben ik nog vergeten. Deze kreeg ik nog bij de breidag. Zo leuk met zo'n kettingje eraan. Dus die komt meteen hier in het oog van mijn knit- en nottas. En op de kipdag, daar was Eefje. En die heeft allemaal ook sokjes gebreid. En daar mocht ik er ook een van hebben. Dus heb ik deze uitgekozen. Wat ik ook nog van Eefje heb uitgekozen. Dat zijn, ja, ik noem deze dingen dus yarn bra. Ik heb er 4 uitgekozen. Even kijken, 2 van deze had ik. En deze. Hè, en het idee is dus dat je dan je centerpool bol erin doet. Dat die een beetje bij elkaar gehouden wordt. Dat die bal niet helemaal instort. Nou. Ik heb er 3 gekocht. En 1 gekregen. Heel lief van Eefje. En uiteindelijk is het met de betaling ook allemaal goed gekomen. Want ik had mijn gegevens in haar telefoon gezet. En zij stuurde mij een tikkie. En ik zei, nou ja, raar. Weet je, het komt niet binnen. Raar. En toen stuurde Wolrobby een berichtje. Ik heb een betaalverzoek voor breijasjes. Zo noemt Eefje ze, breijasjes. Wat moet ik daarmee? Ik zeg, oh, dat moet je gewoon betalen. Ik had dus gewoon Rob zijn telefoonnummer bij mijn naam in Eefjes telefoon gezet. Nou ja, waar het hart van vol is, zullen we maar even zeggen. Toch? Even kijken, dat waren alle cadeautjes, geschenken en aankopen van die dag. Dan heb ik gisteren nog de Bride Tea in Haarlem. Ach man, ik moet helemaal denken, waar ben ik allemaal geweest? Waar was ik ook alweer om te breien? De Bride Tea in Haarlem was heel leuk. We hebben met z'n 12, met z'n 10, even denken hoor, 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10. Met z'n 10 waren we heerlijk van een high tea genoten. Esther die was echt helemaal nou ja, van de bakkerij en de kokerij heerlijke dingen gemaakt. En we hebben echt heerlijk zitten breien in het leuke gebouw van de NS. En daar was Nanda. En die had ook nog een hele kleine attentie voor me. Maar zo leuk. Kijk, zat in zo'n leuk organza zakje. En ik kreeg dit van Nanda. Zij heeft leren labeltjes laten maken. En 2023, die gaat natuurlijk op mijn temperatuurdeken van dit jaar. En ik denk dat mijn temperatuurdeken, ja, ik geloof dat alles wat ik gekregen heb, ja, ik geloof dat ik alles waar ik geweest ben, alles wat ik gekregen heb, heb ik laten zien, denk ik. Nogmaals, als ik iets vergeten ben, laat het me gewoon even weten, hè. Het was een beetje veel dit keer, een beetje overweldigend. Maar dat labeltje komt natuurlijk op mijn temperatuurdeken. En gisteren heb ik weer een volle baan afgemaakt. En je ziet het hier, we zitten al 3 dagen boven de 25 graden. En ook vandaag was het om 12 uur 28 graden. Dus er komt weer een roze vakje bij aan de nieuwe baan. Dit waren de 2, die waren dan net onder de 25. Daar heb ik paarse tinten voor. Nou ja, en
Er kwamen wel wat meer warmere dagen. Het is heet, echt. Ik heb dus inmiddels 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de 8e baan gisteren afgerond. Mijn temperatuurdeken is niet zo heel groot, want ik wil er een schootdeken van maken. En na deze baan, of de volgende baan die er nu aankomt, die eindigt op 1 juli. Dus dan zijn we officieel op de helft. En ik vind het nog steeds heel leuk om te doen. En ik vind het ook heel leuk om de andere temperatuurdekens van de andere breiers te zien. Of ze nou dit patroontje of een ander patroontje gebruiken. Of dat ze leuke dingen hebben toegevoegd. Of gewoon alleen maar de vakjes breien. Maakt niet uit. Ik vind het helemaal leuk. Mijn temperatuurdeken. Ik hoop dat dat een beetje logisch opgekomen is. Want mijn camera schakelde weer uit. Dat doet hij na, weet ik veel, 25 of 30 minuten of zo. Maar dat duurt dan even voordat hij dat daadwerkelijk ook laat weten. Dus, nou ja, goed. We lossen het wel op. Mijn Vanilla is de New Black. Die zitten in mijn Yvonne-tas. En één sok af, maar dat had ik denk vorige keer al. En één sok ben ik zover dat ik aan de Hue moet beginnen. Hè, de Vanilla is de New Black. Die heeft die spievormige hue. Het is een kooppatroon. Het is heel eenvoudig om te doen. En hij draagt ontzettend fijn. Het is mijn Summer in France colorway. En ik brei hem op 2, even kijken, 2,25 of 2,5. Even kijken. Al die Crazy Trio naaltjes. En hier zit bijvoorbeeld ook weer zo'n breijasje, noemt Eefje het, geloof ik. Van Eefje, ja. Mijn Vanilla is de New Black. Dan heb ik mijn bootstrap sokken. Ik weet niet meer precies hoe ver ik daarmee was vorige keer. Maar daarvan is ook één sok in ieder geval af. Het is niet zo'n grote maat, maar deze gaan mee naar de beurs en naar markten. Hij heet bootstrap omdat je hier een hele baan met een ribbel hebt. En die loopt echt tot onder je hiel door. En de hiel was een beetje een bijzondere constructie. Nog nooit gedaan. Maar ja, het is niet mijn maat. Dus ik zal ook nog niet kunnen zeggen hoe dit draagt. Want deze heb ik echt voor de voetjes gemaakt. Voor op de kraan. Het is in mijn Hot Pink Mayhem colorway. En sok 2 is inmiddels zover klaar dat de boord erin zit. Dus die kunnen, daar kan ik het bootstrap patroon in gaan breien. Dan heb ik nog nu geen wip, maar een dip. Een design in progress waar ik veel aan werk momenteel. Want ik ben het patroon aan het uitschrijven voor de assigned pooling mutsen. En dit is een patroon waar je, als het gare wit wordt, dan brei je zo'n dwars streepje. En ik vind het net kleine veertjes. Dus ik noem dit de veertjesteek. Ik heb het niet uit een boek. Ik ben gewoon gaan prutsen en proberen. Dus ik weet niet of het al bestaat of dat het iets nieuws is. Maar kijk nou, hoe schattig. Nou, het zijn toch ook net kleine veertjes. Leuk, hè? Niet moeilijk.
In mijn Assigned Pooling garen, waar ik lekker van aan bijverven ben, zodat ik straks op de knit en knot daar voldoende van op voorraad heb. Want ik heb niet alleen het veertjespatroon, maar ook de nopjes gaan uitgeschreven worden. En ja, dit vind ik ja, een beetje strikjes, vlindertjes, bloemetjes. Ik moet het allemaal nog uitschrijven en ik moet nog de mutspatronen ook qua maten nog even uitwerken. Maar hier ben ik dus aan het werk. En dat zit dus in mijn mooie nieuwe Yvonne tas. Lekker allemaal bij elkaar. En dan heb ik in de tas van Esther van de breidag, heb ik mijn Xenia sokken. En dit patroon was ik nog niet aan begonnen toen ik de vorige keer de vlog opnam. En dat komt omdat dit het kwalificatiepatroon is van de Sock World Championship. En ik was een beetje vergeten dat ik me daarvoor opgegeven had. Ik heb de qualifiers niet meegebreid. En ik zit al jaren in Team Slackers. Dus wij halen eigenlijk nooit punten voor het team. Want we zitten er alleen maar voor de gezelligheid. Dus, maar dit jaar hebben ze de regels veranderd. En als je de rest van de patronen wilt ontvangen, dan moet je dus je kwalificatiepatroon breien. Nou, dat heb ik dus gedaan. Althans, ik heb één sok af. En één sok is door de hiel en door de spie heen. Dus daar moet ik de voet nog van breien. Dit is trouwens in mijn kleuren Quiet Sea is de lichte kleur. En Olivander. En als ik dit paar sokken klaar heb, dan moet ik die volgens de meegeleverde instructies op sokblokkers of uitgepind. En ze mogen niet over elkaar liggen. En je moet speldjes erin hebben om te laten zien dat je voldoende toeren gebreid hebt. Nou, dan moet ik ze dus indienen met foto's. En dan, als het goedgekeurd wordt, dan ontvang ik de rest van de patronen ook. En het slaat natuurlijk nergens op, want ik heb helemaal niet een tekort aan patronen of zo. Maar ik dacht, ja, weet je, ze hebben ook eigenlijk wel gelijk, hè, dat ze toch wel een beetje actieve inzet verwachten van de mensen. Dus ik dacht, ach, ik ga gewoon toch die qualifier van de Sock World Championship breien. Want het is namelijk ook Summer Sock Camp. Vandaar mijn overvloed aan sokkenbreitjes. We hebben de Bootstrap, de Vanilla is de New Black, de Xenia. Ik heb nog, toen ik naar Bruce Springsteen ging, heb ik nog een paar sokken in mijn Jungleland colorway opgezet. Dat vond ik wel erg toepasselijk. Dus ik ga proberen om deze zomer in ieder geval ook een beetje sokken af te breien. Summer Sock Camp is eind mei begonnen en loopt tot 31 augustus volgens mij. Het wordt georganiseerd door de Crazy Sock Lady. Het is heel los dit jaar. Ze heeft een aantal jaren Summer Sock Camp georganiseerd en het werd steeds groter en steeds uitgebreider. En nou ja, ze ging ook in haar enthousiasme zelf allerlei dingen erbij bedenken, totdat ze eigenlijk deze winter bedacht van ik wil het gewoon wat rustiger hebben. Dus geen bijzonderheden. Je breidt gewoon sokken en iedere keer als je een paar af hebt, hoeft niet eens een nieuwe opzet te zijn, mag ook een work in progress zijn. Dan mag je je sokken posten en zo nu en dan worden er gewoon prijzen uitgedeeld. Nou, helemaal los en voor de gezelligheid helemaal leuk. Ik ben ook nog bezig met het uitwerken van het patroon wat in de adventkalender gaat. Oh ja, en dat bedenk ik me ineens. De adventkalender, daar zijn nog een paar exemplaren van over. Maar 30 juni
haal ik hem sowieso uit de webwinkel. Dit jaar ga ik naar aanleiding van een vragenlijst zo dicht mogelijk bij jouw kleurenpakket verven. Dus dat betekent dat ik allemaal verschillende adventkalenders maak. En dat is natuurlijk een behoorlijke klus. Dus na 30 juni kan ik gewoon geen nieuwe adventkalenders meer in de verkoop doen. Dus wat ik dan nog over heb, al zijn het er 2, al zijn het er 7, die worden gewoon niet meer verkocht, want dan krijg ik het werk gewoon niet af. Of dan ben ik bang dat ik het werk niet afkrijg. En het vereist nogal wat coördinatie. Het is hartstikke leuk. Rob die helpt me hier ook bij om helemaal de slimste aanvliegroute te bedenken. Daarom heb ik er ook het volste vertrouwen in. Weet je, we doen dit echt een beetje samen. Ik moet het verfwerk doen. Maar Rob die neemt heel veel van het denk- en planwerk ook voor zijn rekening. Dus dat gaat helemaal goed komen. Maar ik moet gewoon op een gegeven moment een stop zetten. Want anders dan werk ik mezelf in de nesten. En dat is niet de bedoeling. Toch? Maar ik ben dus ook heel druk bezig met het ontwerp wat in de adventkalender komt. Omdat ik daar dus een apart patroon voor ontwerp. Dat komt na oud en nieuw komt dat ook wel beschikbaar voor wie het gewoon wil maken zonder de adventkalender. Maar in de eerste instantie is het exclusief voor degene die de adventkalender gekocht hebben. Nou, dat was even een side note. Ik moest er ineens aan denken. Summer Sock Camp loopt dus tot, zei ik nou net 1 augustus? Volgens mij loopt het tot 31 augustus. Misschien heb ik dat net verkeerd gezegd. Maar ik zal in augustus niet zo heel veel sokken meer breien. Omdat Yvonne en ik samen de 36 Unite van Steven West gaan breien. En we dachten, er zijn vast meer mensen die daar zin in hebben. Dus we hebben er een evenementje van gemaakt met z'n tweeën. En in mijn Ineke-tas heb ik dus alvast de kleuren die ik ga gebruiken voor mijn 36 Unite. Het zal geen verrassing zijn dat ik kleuren gekozen heb die ik zelf geverfd heb. Oh, mijn strengen vallen een beetje uit elkaar. Ik heb in de navy Rusted, een hele mooie tonal roestkleur. Hazelnut Latte. Een kleur, allemaal bruine tinten zitten daarin. Ja, mijn Where's My Martini natuurlijk. Oh, wat vind ik dit toch een mooie kleur. En Heyday. Als je mee wilt doen, dan moet je zelf het patroon kopen van de 36 Unite. En voor de grote versie die ik ga maken, heb je 5 strengen nodig. Voor de kleinere versie heb je ook gewoon 5 kleuren nodig, maar natuurlijk in wat minder grote hoeveelheden. Maar volgens mij, nou ja, goed, als je de garen voor zou kopen, moet je natuurlijk nog steeds 5 strenge garen kopen, want er worden niet zo heel veel halve strengen verkocht. Maar dit zijn dus mijn kleuren voor de 36 Unite. En wij gaan daar 31 juli aan beginnen. We zijn de details nog aan het uitwerken, maar het plan is om een opzetfeestje te doen online. En dan gaan we gewoon heel rustig, ieder op zijn eigen tempo, de 36 Unite breien. Het leuke daarvan is dat als je nog nooit een Steven West patroon hebt gebreid, of je bent bang dat je er niet helemaal uitkomt, omdat we met een hele groep gaan breien, is er altijd iemand die je kan helpen als je er niet uitkomt. Steven West patronen zijn echt super goed geschreven, zien er altijd spectaculair uit, maar zijn bedriegelijk eenvoudig om te breien. En op dit moment doen er al 20 mensen mee volgens mij. Dus dat wordt helemaal gezellig, helemaal leuk.
Je bent van harte welkom met je eigen garen. Haal iets uit je stash. Kijk of je nog iets erbij moet kopen. Maar als je inspiratieloos bent of gewoon zin hebt om jezelf iets moois cadeau te doen, dan staan er op mijn website een aantal pakketten die eigenlijk hele mooie Vertices Unite zouden maken, denk ik. Als je denkt van, ik vind één pakket, vind ik drie strengen wel aardig, maar waarom heeft ze nou niet die en die streng erbij gedaan? Doe me dan even een mailtje sturen, dan zoeken we dat bij elkaar en dan maken we gewoon een maatwerkpakket. 5 strengen heb je dus nodig en 1 daarvan kan wel wat drukker zijn. Maar doe voorzichtig om alle strengen heel druk te maken, want dan wordt het een beetje onrustig. Vertices Unite is een modulair gebreide sjaal, dus dat betekent je breidt een stuk en dan ga je steken opnemen en dan breid je er een stuk aan vast en dan ga je weer steken opnemen en dan breid je er een stuk aan vast. Iedereen die je kent die de Vertices Unite heeft, is helemaal gek van die sjaal. Hij staat al jaren op mijn verlanglijstje. Al sinds dat ik hem bij Spectre 120 om haar nek zag. Een van de breiers die ik ken van Revelry. Maar het is er nooit van gekomen. En toen zei Yvonne, ik wil er nog één maken. En toen zei ik, ik wil hem ook maken. Zullen we het samen doen? En toen ontstond dus dit plan. Hoe gezellig. Dus we gaan 31 juli starten. En ik moet natuurlijk de adventkalenders inpakken en versturen in september, oktober, daar die tijd. En verven natuurlijk, hè. En 1 december begint natuurlijk het adventbreien. Dus ik ga in ieder geval zorgen dat ik hem voor die tijd af heb. En jullie kennen mij, hè. Als het niet af is en ik kan er even niet mee verder, dan gaat het eventjes in winterslaap. Totdat ik weer zover ben dat ik er wel mee verder kan. Maar in wezen is de sjaal is eigenlijk prima te breien in tijd van een aantal weken. Want het is ooit als zomer nittelong uitgebracht. En dan wordt het in 4 of 5 weken wordt het patroon uitgegeven en gebreid. En dat is te doen. Het is niet weinig werk. Dus als je er 8, 9, 10 weken over doet, ook prima. Maar doe gewoon gezellig mee. Patroon kun je kopen via Revelry of anders via de website van Steven en Penelope. En die zal ik eventjes hieronder linken ook, zodat je niet hoeft te zoeken. Mijn Aurora Cabin Shawl, daar heb ik wel aan gebreid. Maar dat was echt zo'n stukje. Dus ik dacht, die pak ik er even niet bij. Ik heb al hier een hele project happening om me heen. Dus ik dacht, het is wel even goed. En omdat ik toch wil proberen om weer snel op te nemen. Rob die zei, hij zegt eigenlijk moet je elke week en dan gewoon iets korter een vlog opnemen. En als ik het natuurlijk echt elke week zou doen, dan zou ik natuurlijk veel minder te vertellen hebben. Dan zou het ook passen. Wat denken jullie? Laat even weten beneden in de comments. Elke week en dan bijvoorbeeld een half uur of als ik het red, hè. Ik heb altijd zoveel te kletsen. Ik ga nog even vertellen wat ik de komende tijd ga doen. Aankomende woensdag, dus voor mij overmorgen, ga ik breien aan het strand van Zandvoort. Dan is er een breidag van het ouderenfonds. En je denkt misschien, Lin, valt toch wel mee? Dat is ook zo. Ik ben 53. Maar de breiclub die ik om de week in de bibliotheek heb, die is aangesloten bij het ouderenfonds. Dus automatisch krijg ik ook de uitnodigingen als er iets georganiseerd wordt. En ik heb mezelf gewoon opgegeven als deelnemer. Esther, mijn vriendin, die ook moderator is in de Facebookgroep, die heeft zich opgegeven als vrijwilliger. Maar ik ga gewoon als deelnemer. We krijgen een workshop. Je begint met koffie, met wat lekkers en een lunch.
En je kunt 's middags eventjes lekker aan het strand wandelen. En ook aanstaande woensdag is het gewoon nog 30 graden of zo. Dus ik ga het wel zien hoe ik het red. Oh, die hitte. Oh, hou op met me. Er zijn mensen die hebben 's winters last als het maar lang regenachtig en koud en donker blijft. Ik denk dat ik me in de zomer ongeveer net zo voel. Ik vind warm weer echt verschrikkelijk. Ik kan er helemaal niet tegen. Ik voel me helemaal niet fijn. Ik voel me gewoon ziekig eigenlijk. Maar goed, oh, dat was een hele uitweiding over hoe erg ik het zomerweer vind. Maar ik ga dus toch naar het strand woensdag. Ik blijf zoveel mogelijk in de schaduw. Ik neem mijn maatregelen, ik neem water mee. Ik smeer me in met factor 50. Ik heb een hoed op. Ik doe mijn best. En ik wil trouwens helemaal niet mensen die echt lijden onder een winterdepressie. Dat wil ik helemaal niet bagatelliseren. Want jullie zien me hier nu gezellig daarover vertellen. Maar ik heb het heel zwaar zomers. Verschrikkelijk. En het is nu pas juni. En ik word er moedeloos van als ik erover nadenk. Dus goed. Ik ga nog meer warme dingen doen. Want aanstaande zondag sta ik op de textielmarkt in Warmond. Uitzinnig Teilingen heet het, geloof ik. Warmond is een plaatsje net boven Leiden. Zondag is het nog steeds warm. Als het goed is geen 30 graden, maar ik geloof dat hij nu op 27 staat. Daar ga ik met de wolzus heen. En dan volgende week op woensdag ga ik ook iets heel leuks doen. Eigenlijk niet gevraagd of ik het mag zeggen, maar het mag vast. Rob die moet voor zijn werk naar België. En hij moet echt een end België in. En ik dacht, nou, daar zou wel eens heel dicht in de buurt een breier kunnen wonen die ik altijd op vrijdagavond, als we in de draadpraatroom zijn op Clubhouse, die is er dan ook altijd. En dan spreken we elkaar en we zien elkaar op beurzen, want ze komt altijd naar Zwolle. En dus, nou ja, dus ik heb haar een aantal keren ontmoet. En toen ging ik kijken en toen bleek het echt, nou, nog geen 20 minuten rijden te zijn van de plek waar Rob moet zijn tot aan haar huis. Nou, we willen natuurlijk geen tijd verliezen, dus zij komt mijn kant op. En dan gaan we heerlijk een paar uurtjes breien. Want Rob die heeft een afspraak van 2 uur bij die klant. Maar het is iets meer als 3 uur rijden, geloof ik. Dus het is gezellig om samen te rijden. Hè? Zo'n lange rit, dat is leuk met z'n tweeën. En dan ga ik lekker eventjes breien daar zo. En dan rijden we weer samen terug. Dus dat is volgende week woensdag. Dan is er 24 juni. De breijeenkomst in Driewegen in Zeeland. Woon je nou in de buurt van Zeeland en je denkt, oh, alle breigerelateerde dingen zijn altijd ver weg. Nou, er komt nu een breijeenkomst in Driewegen. Als je daarbij wilt zijn, kijk dan even in de Facebookgroep van Wolhobby en meld je aan bij Catharine. Je kunt er vast nog bij. Op 1 juli is er een Breimibo bij Wil in Wezep. Ook in de Facebookgroep even kijken en je aanmelden bij Wil. En dan op 2 juli is het Wolfenstein in Oorvotten. Daar ga ik ook naartoe. Ik dacht, nou weet je, dan hebben we weer de planning voor even vooruit hebben we weer doorgenomen. Dat is wel weer even goed zo. En ik heb zin in al die dingen. Ondanks het weer. Ik zal proberen om niet te veel over het weer te zeuren. Maar ik geef geen garanties. Dat was het voor vandaag. Nou, dat was ook wel weer genoeg, denk ik, lijkt mij.
Ja, ik zit nog even omheen te kijken en ik kijk nog even op mijn lijstje. Volgens mij heb ik echt alles wat ik bedacht had, heb ik gemeld en getoond en geshowt. En nou ja, volgens mij zit het er echt op. Als je nog geen abonnee bent op mijn kanaal, zou ik het heel leuk vinden als je je abonneert. Ik kruip naar die 1000 toe. Dat vind ik natuurlijk hartstikke spannend. En ik zou het ook heel leuk vinden als je even een berichtje achterlaat in de comments. Ik merk hoe leuk ik dat zelf vind. Dus ik ga steeds harder mijn best doen om de vlogs die ik zelf kijk ook een berichtje achter te laten en een duimpje omhoog te geven. Want ik merk gewoon dat mij heel veel plezier brengt. Dus dan denk ik, nou, daar ben ik vast niet de enige in. Dus dat probeer ik dan ook voor anderen te doen. Ik heb de afgelopen 2 weken ontzettend weinig naar vlogs kunnen kijken. Maar toevallig gisteravond heb ik weer lekker eventjes zitten breien terwijl ik YouTube aan had. En dat vind ik heerlijk om te doen. En nou ja, ik vind het leuk als je laat weten wat je ervan vindt. Ik ga proberen om gauwachtig weer een vlog op te nemen, zodat ik wat minder te vertellen heb en zodat die wat korter is. Als je vragen hebt over een breijeenkomst, de breimibo, over de knitalong die we gaan doen, over iets anders, zet het in de comments of mail mij gewoon linda@wolhobby.nl en als ik je kan helpen zal ik dat zeker doen. Voor nu zou ik zeggen, hou je hoofd koel, brei je blij en ik zie jullie weer bij de volgende vlog. Dag!